Hallo kijkers van Vaco Games, Lars hier en vandaag gaan we verder met Tomb Raider Underworld. De vorige keer zijn we de kraken tegengekomen, die zit daar beneden nog lekker in zijn watertje. En ik denk dat we deze keer, in deze aflevering, gaan proberen om hem een kopje kleiner te maken. En dat is ook wel nodig, ook als je ziet hoe groot dat die is. En ik vermoed dat dat zwaaiende ding in het midden, met die punten, er iets mee te maken heeft. Maar daar gaan we eens even naar kijken, hoe wij daar kunnen komen. Want we moeten waarschijnlijk weer gaan springen en we hebben gezien hoe goed dat de vorige keer ging. Dat was 3 keer vallen in hetzelfde ding, hetzelfde kuil. Dus laten we hopen dat het deze keer beter gaat. Nou, we zijn in ieder geval aan de overkant van dit ding. Heel mooi. O jee, we gaan nog meer klimmen. Hatsie, 1, spring. Nou, dat gaat nog best aardig. Niet ontevreden tot nu toe. Wupski. Zo. Dan zijn we in ieder geval een stuk dichterbij. Via die paal. Oeh, Lara houdt van een grote dikke paal. Oké, dat klonk heel fout. En spring. Goed zo, Lara. En kijken of we goed gemikt staan. En spring. Goed zo. Klein stukje naar beneden. Dan kunnen we waarschijnlijk hier naar de overkant. Zo. Oké, dat gaat goed. Hopsakee. Nee! Auw! Niet lief. Als de tijd vertraagt, moet je snel zijn om te overleven. Ja. Dat is leuk, maar waar naartoe? Oh jee. Oh, nee, ik doe niks. Ik ben weg. Ik ben er niet. Moeten we nou weer terug? Even kijken, waar waren we hier? Nee, een verdieping hoger. Pompidompidom. Kunnen we niet rennen? Ja, dat gaat een stuk sneller. Hé. Hey. Hier waren we net nog niet. Knal! Bam! Auw! Ja, dat zou ik ook zeggen. Zo. Nee, je bent geen Spider-Man. Kom op. Hupsakee. Nou, naar de overkant. Hoe komen we daar? Daar springen? Nee, dus. Was ik misschien een beetje optimistisch gedacht. 1, 2 en naar boven. Zo. Jawel, we moeten er. Ja, wacht even. We moeten hier. Wat? Kom op. Grijp dat ding eens even beet. Moet ik dat nou ook nog zelf opdracht toegeven? Eigen initiatief, Lara, kom op. Nog een keer. En ja, goed zo. Nou, we gaan nog een stukje naar links, want ik zie dat we helemaal misgaan. Hup. Nou, we hoeven niet te springen deze keer. Gewoon overpakken dus. Kijk aan. Hup. Kunnen we deze al overhalen? Jazeker kunnen we dat. Ah, een van die kanten laat los. Nou, de overkant nog. Dan kunnen we hem ongetwijfeld op zijn kop laten donderen. Zoals hij verdient. Kunnen we springen? Yeah. Nee! Auw! Dwars op het beest heen. Oké, dat was wel heel slecht. Nog een keer. Laten we er dan gewoon eens omheen lopen. Kijk, Lara! Kom op! Wat is dat nou? Nou, 3 keer een scheepsrecht. Hopelijk ook voor mevrouw Croft. Blijf staan op dat ding. We kunnen iets ergens nog vastmaken. Dat is mooi. Maar ik denk toch echt dat we hier moeten springen. Ja, zie je wel. Naar de overkant dan maar. Lijkt me de meest rechtstreekse route. Hé, hey, daar hebben we die tentakel van hem. Even kijken, hoe gaan we die uit de weg krijgen? Hiermee. Klunk. Los. Spring en ga op de top van een zuil staan. Zoiets. Hupsa. Klim. En nu.
Wat nu? Doorlopen? Maar dan had het geen zin om op die zaal te gaan staan. We moeten hier dus blijkbaar hier iets boven doen. Maar wat? Hé. Hey. Opnieuw. Daar kunnen we iets overhalen. Misschien dat dat helpt. Klunk. Werkt dat? Ja! Oh, we doen het arme beestje pijn. Nou ja, hij verdient het. Omdat hij ons zo liet schrikken de vorige keer. You're gonna die very soon. Au. Nou, toch maar een gezondheidspakket gebruiken. De enige die ik had. Dus als ik nou nog een keer doodga, dan hebben we niks meer om ons te genezen. Even kijken, laten we hier naar links gaan. Waarom? Gewoon omdat het kan. Weer zo'n grote paal. En dan, wat kunnen we daarmee? Gewoon doen, denk ik. Yep. Hij hangt er zo overduidelijk, daar moeten we vast iets mee. En nu? Hier naar achteren? Kunnen we hier een vastpakken? Ja, dat kan. Oké, dan ga ik die gouden ring daar in de verte gebruiken. Misschien dat ik daar iets mee, me daarmee omhoog kan trekken. Oh jee, daar gaan we weer. Nou, ben ik in ieder geval ontsnapt. Hey, goed zo, Lara. Eindelijk een beetje initiatief, hè. Tijd geduurd, dan heb je ook wat. Yo, dat is een idee. Zo. Oké, hang even stil en... Nee! Hey. Hip. Kunnen we ons weer omhoog trekken? Nou, dankjewel, beest. Is hij toch nog ergens nuttig voor. En nu? Nou, kom op. Nee, niet slingeren. Stilhangen en naar boven. Kom op. Ja, goed zo. Dat was waarschijnlijk niet de manier waarop het moet. Ah, wat maakt het uit? Als het doel maar bereikt is, toch? Ja, daar gaat hij. Jee! Sterf! Oh, hij gaat alleen maar naar boven. Nou, dat is mooi. Dan komt de klap extra hard aan. En ondertussen blijft dat beest gewoon rustig zitten beneden. Niks aan de hand, joh. Maakt het uit. Dat ding wat er waarschijnlijk al 1000 jaar hangt. Gaat in één keer naar boven. Maar wat maakt het uit? Gebruik om Z. Druk op Z om nauwkeurig te richten. Nou, ik kan heel nauwkeurig richten, denk ik. Maar vanaf hier... Kan ik hier schieten? Bang! Ik heb niet eens op Z gedrukt. Aha. De andere kant nog eentje. Dus even bye bye zeggen. Bye bye. Zwaai zwaai. Kadaa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 a
gewoon. Ja, eigenlijk ook wel een beetje zielig, want wat heeft hij ons eigenlijk nou helemaal gedaan? Ons een keer laten schrikken, nou ja. Maar ja, het is nou te laat. Even kijken, hoe komen we naar beneden? Hatsa! Oh, we kunnen nog naar boven ook. Ik wil naar beneden. Kan ik hier... Wat gebeurt er als ik hier naar boven ga? Is dat nodig? Hoekje om. Oh ja, dan kunnen we hier naar beneden. Is dat veilig daar beneden? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Nee dus, gelukkig. Maar dit wel. Hatsie! Ah, kijk, hier nog een laatste schakelaar. Ik stap erop. Die het beestje aan het beschermen was. Aan het bewaken. Klunk. Volgende poort open. Episch muziekje. Altijd cool. Zo. Ping. Dat betekent waarschijnlijk nieuw land, nieuw level, nieuw iets. Oeh, groot gat. Maar dat gat gaan we de volgende keer over. Want ik ga deze video hier afsluiten. Als je een groen duimpje achterlaat, betekent dat je deze video hartstikke leuk vond. Als je een rood duimpje achterlaat, betekent dat je hem niet leuk vond. Lara die wacht geduldig op me terwijl ik met mijn lulverhaal aan het afsteken ben. Ik hoop dat je een comment achterlaat.
Daar heb ik altijd wat aan. Kan ik mezelf mee verbeteren. Met tips, feedback mag je me altijd benaderen op YouTube. Gewoon via PM of anders even een e-mail sturen naar vacogames@hotmail.com. En ik ben ook op Twitter te volgen op vacogames. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien bij deel 3 alweer van Tomb Raider Underworld. Tot ziens!